Hallo, hallo, welkom bij deze Crypto 27 maart 2019. Soms heb je van die afleveringen dat je net wat meer op het puntje van je stoel moet gaan zitten dan anderen. En dit is er eentje van. En ik had eigenlijk ook kunnen inleiden met: wil jij al surfend op het internet rijk worden? Blijf dan vooral kijken. En deze keer is dat niet een teaser of een, hoe heet dat, zo'n lokkertje. Het is gewoon wat het is. En ik heb al eerder. Heb ik al gesproken over BitTube-platform, hoe enthousiast ik erover ben. En ik ga dat natuurlijk niet hier in geuren en kleuren nog een keer allemaal herhalen. Als je daar meer over wilt weten, kijk aflevering 196, getiteld YouTube maak je bos maar nat. Maar het BitTube-platform is in beginsel ontstaan als een gedecentraliseerde, permissieloze versie van YouTube. En een van de facetten van BitTube was. Of is dat als jij content creëert op het platform, dat je daarvoor betaald krijgt vanuit de block rewards van de BitTube blockchain. En ook dat wanneer jij video's kijkt, dat je daarvoor betaald wordt. En wat is nu het mooie? Dat hele verhaal, ik ben even mijn linkje kwijt. Dat hele verhaal van BitTube is nu geëxtrapoleerd, is verder gebracht naar feitelijk het gehele internet. En dan komen we te spreken over de BitTube Airtime Extensie. En dat is een extensie die je kunt installeren in je Chrome browser, in Brave, in Opera, in Firefox. Dat zijn de vier tot nu toe ondersteunende browsers. Het is een vernieuwende manier om bezig te zijn, dus met kijken en ook voor publicisten om die te stimuleren content te kijken en te uploaden. Allebei de partijen worden betaald op basis van de tijd die mensen naar hun content hebben gekeken of die ze zelf aan het kijken zijn. Ja, wat is dat nou? Zo'n airtime extensie. Kijk, die extensie die kun je hier zien. Als ik hem aanklik, dan kan ik bij airtime staat de tijd die ik op het internet heb doorgebracht. En een stukje de beloning is het groene. En dat is op 22 maart is dat bijna 2 tubes geweest, kun je zien. Ik heb 313 minuten op het internet gehangen van 198 effectief. Dat is de getelde airtime. En nou, de dag erna is dat een stuk minder geweest, was het toen zondag of zo. En hier is het weer gaandeweg wat opgelopen. En iedere dag zie je dat ik tussen de halve en de 2 tubes heb verdiend. En dat heb ik gedaan alleen door te doen wat ik eigenlijk altijd al deed. Door te surfen op het net, door video's te kijken, door een mailtje te sturen. Nou, noem maar even op, want het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe als ik die Chrome browser maar actief aan het gebruiken ben. Kijk, wat Airtime doet, is hij distribueert de vrijkomende tubes uit de block rewards onder de gebruikers. Nou, beter gezegd. Even kijken waar ik moet zijn. Hier, hier kun je het goed zien. Uit die block rewards, daar komen dagelijks mee 81.300 om en nabij tubes vrij op dit moment. En wat gebeurt er dan? 70% ervan gaat naar de miners. Die houden het netwerk veilig, die valideren, et cetera. En 30% is gereserveerd voor airtime. Nou, van die 30% gaat 70% naar de publicisten, 20% naar de kijkers. En 10% naar de ontwikkelaars. En terecht, want ze moeten er ook voor werken. Ze hebben geen ICO gehad destijds. En nou, voor ontwikkeling is natuurlijk ook geld nodig. Voor promotie is geld nodig, et cetera. Dus ik vind die 10% die hebben ze ruimschoots verdiend. En als je dan op Airtime gaat zitten. En je hebt de extensie geïnstalleerd. Dan kun je hier een linkje. Kun je jouw eigen YouTube-domein aanhangen. Of jouw Facebook-domein, of een website die je natuurlijk hebt gemaakt. En op het moment dat mensen dan die website gaan bezoeken, dan gaat bij jou de teller lopen. Als zij de extensie hebben geïnstalleerd, gaat bij jou de teller lopen. En als jij straks tubes gaat steken, die mogelijkheid die komt ook al om de hoek kijken, en je hebt een eigen BitTube-domein met gestekte tubes, dan is het niet eens nodig dat de andere partij, jouw kijkers, jouw bezoekers die extensie geïnstalleerd hebben. Sowieso gaat dan de kijker lopen op basis van het aantal kijkers dat jij, ik meen per minuut, hebt.
Dus ja, hier kun je gewoon heel veel linkjes aanhangen. En ik heb er zelf uiteraard mijn meeste crypto videokanaal aangehangen van YouTube bedoel ik dan. Maar er is nog meer. Nou, je hebt hier de mogelijkheid, of sowieso al als jij Tube gebruikt. En daar hebben ze natuurlijk raakvlakken met de Brave browser. Als je Tube gebruikt, dan blokkeert hij al die irritante reclames waar het internet zo vol van is. En waar mensen de buik zo vol van hebben. Die zichzelf opdringende reclames. Die komen allemaal te vervallen. Dus het internet, het kijken, wordt gewoon een stuk rustiger, een stuk aangenamer. En daar word je ook nog eens voor beloond dus. Hè? Want het verdienmodel zit niet meer in die reclames. In die reclames. Het is niet zo dat ze per definitie worden uitgebannen. Er kan dadelijk door jouzelf, maar dan hebben we het end-to-end gebruik. Kun je zelf dadelijk bepaalde partijen toestaan, mocht je dat willen. Dus we zijn er waarschijnlijk nog niet helemaal vanaf. Maar voorlopig is het heel rustig en het wordt hoe dan ook een stuk minder. Want wordt iedere keer worden er elementen geblokkeerd door de BitTube-browser. En je kunt zelf aangeven hoe ver je dat wilt laten gaan. Nou, dat kun je hier natuurlijk lezen. Dus dat is een dingetje. Alleen dat al maakt mij hartstikke enthousiast over deze Chrome-extensie. En hij bestaat al iets langer hoor, die extensie. Al een paar maanden. Maar één, hij is flink verbeterd sinds kort. En twee, ja, dat past ook bij verbeterd. Bij mij maakt hij in het begin mijn internet heel erg traag. Waardoor ik geen trek had om hem te gebruiken. Maar dat is helemaal weg. Ik merk geen verschil meer met extensie aan of uit. Maar wat is ook zo mooi, er zit een VPN op. En je kunt het land kiezen waar je vanuit je zogenaamd dan aan het surfen bent. Maar VPN is natuurlijk een heel belangrijk iets om anoniem op het web te kunnen zijn. En om bepaalde blokkades te kunnen omzeilen. En die VPN, nou, als jij een VPN aanschaft, dan betaal je daar toch een aardig bedrag voor op jaarbasis. En hier betaal je ook voor VPN, maar waar betaal je mee? Met je airtime. Althans, met je verkregen tubes van jouw airtime. Dus feitelijk is die VPN een gratis dienst. Accounten, nou heb je een aantal opties om je account. Nou, je kunt het zelf denk ik lezen. Wat erbij belangrijk is, is Convert My Tubes. Want je hebt gewoon eenvoudig de mogelijkheid. Als je eenmalig even je bankaccount koppelt, heb je de mogelijkheid om gewoon in euro's uit te laten betalen op jouw eigen bankrekening. Want dat is ook nog zo mooi. BitTube heeft namelijk zijn eigen bank en crypto exchange license, hè, zijn licentie. En in de toekomst hebben ze daar ook verdere plannen nog mee, want ik heb hem al gereserveerd in de pre-Hubblepub, een creditcard die ook gebacked is door Mastercard. Overal waar je Mastercard kunt uitgeven, kun je dadelijk jouw tubes ook uitgeven. En het mooie is, stel ik betaal in tubes en ik heb vanuit mijn airtime, heb ik noem maar een bedrag, heb ik $20 tubes verdiend. En ik zit in een restaurant, ik moet $80 betalen. Die 60 overgebleven dollars, die kan ik, als ik die met die kaart ga betalen, dan worden die $60 van mijn bankrekening afgehaald, maar die worden gebruikt om tubes te kopen. En dat creëert dus een grote vraag naar tubes. Als mensen dat natuurlijk allemaal daadwerkelijk gaan gebruiken, dat is natuurlijk de vraag. Maar waarom zou je het niet doen als je al korting kunt hebben met je zelfverdiende tubes? Dat is natuurlijk al een grote motivatie om dat wel te gaan gebruiken. Ik stond hier, hè? Waarom is dit? Oh, dit is een heel andere. En tot slot, notificaties zijn de laatste updates, nieuwtjes die Tube aan de mensen wil mededelen, zeg maar. Nou, als je dan bij wallets op wallets drukt, dan kom je, ja, ik heb hier een drietal wallets staan, mijn YouTube wallet, een kaart wallet en een online wallet. Heb je er zoveel nodig? Dat is de vraag. Maar dan heb je gewoon een overzicht van wat er gaande is, wat er binnen is gekomen of uit is gegaan. Kijk, ik heb hier die twee Tube die ik net nog liet zien, is inmiddels al betaald geraakt. En je ziet er ook dat ik al een poosje terug hier niks meer heb staan. Maar dat is omdat ik die nog aan een andere wallet gekoppeld had. Dus dat daar geen misverstand over bestaat. Nou, je kunt dat zo versturen naar een andere adres of naar een exchange. Je kunt natuurlijk ook ontvangen als jij zelf het een en ander hebt gekocht aan Tubes.
Ook een mooi facet van Tube om te noemen is dat je heel eenvoudig content creators ook kunt belonen. Als je de extensie hebt geïnstalleerd, kun je hier donate tubes. En dan kun je aangeven hoeveel wil je naar die fantastische meester crypto doneren. 1, 2, 5 of 10 tubes. En 10 is dus 50 cent, hè, zoals je weet. Want 1 tube is op dit moment 5 dollar cent waard. Wat niet zo heel veel is, hè, als je dan 1, 2 tubes per dag verdient, zoals ik op dit moment nog doe. Maar we spreken over een marktkapitalisatie van 6,5 miljoen om en nabij, hè, dollar. Dat is niet meer representatief als dadelijk BitTube een serieuze uitdager of misschien wel voorbij gaat streven, hè, YouTube of Facebook of andere platforms. En ja, ben ik nu een fantast, gaat dat nooit gebeuren? Nou, we hebben het hier wel over een, in mijn ogen, superieur platform. En natuurlijk wordt niet altijd de beste techniek gekozen, maar er is hier wel een behoorlijke motivatie voor mensen om hier actief mee aan de slag te gaan. En dat is niet alleen het monetaire stukje van, hè, geld verdienen, ook dat hele stuk van video's decentraal opslaan, zonder dat daar een tussenpartij roet in het eten kan gaan gooien. Een regering of een bepaald restrictief regime. Die totale voorraad staat op dit moment op zo'n 131 miljoen tubes. Nou, die loopt uiteindelijk op naar 2050 uiteindelijk de 1 miljardste tube. En wat gebeurt er daarna? Nou, dan leven we in een heel andere werkelijkheid. En dan zijn er nog heel veel mogelijkheden voor het Tube-platform om zich aan die nieuwe werkelijkheid aan te passen. Maar dat hier significant hogere prijzen mogelijk zijn voor de Tubes, en dat mogen duidelijk zijn. Dus kijk niet te veel naar wat het vandaag oplevert, maar fantaseer ook eens wat het over 5 jaar zou kunnen opleveren. En misschien gebeurt het niet, maar niet geschoten is altijd mis. En ik acht BitTube een heel serieuze kans hebben. Nou, ik denk ook een hele mooie, en niet alleen bij YouTube, maar ook op Twitter, op Facebook, op Twitch, meen ik, op Steam. Er zijn allerlei accounts op die manier gekoppeld middels zo'n knop. En er komt in de toekomst ook een mogelijkheid om die knop iets minder dominant op je scherm aanwezig te laten zijn. Mocht je dat wensen. Nou, uiteindelijk is de bedoeling, de intentie om op ieder belangrijk platform deze extensie te hebben laten draaien. En ze hebben daar natuurlijk al heel wat slagen in gemaakt. Maar dat is nog niet alles. En ze willen sowieso ook in het derde kwartaal komt het beschikbaar op de mobiele applicaties. En als we nog wat naar beneden scrollen, dan zien we daar een sneak preview van het nieuwe BitTube platform wat het gaat worden. Het wordt een social media video platform, zoals ze het zelf noemen. Even kijken. Vanaf de grond opnieuw opgebouwd. En het combineert het beste en niet het slechtste van YouTube, Twitter, Facebook en Reddit in één samenhangend platform. En je kunt je natuurlijk vragen, ja, er zijn al 100 van die initiatieven. En ze zijn allemaal, hebben ze gefaald. Waarom gaat deze het wel maken? Nou, ik heb in video 196 al een aantal hints daaromtrend gegeven. En heel dit model van verdienen door te kijken. Ja, dat zal. Het verdient sowieso meer om op het BitTube-platform te kijken dan op het YouTube-platform te kijken. En je weet, al mijn video's zijn dus ook beschikbaar op BitTube. Daar zorg ik altijd voor. Waar was ik nu? Maar dit wordt dus het nieuwe platform straks met allerlei mogelijkheden en veel samenhangender of veel meer in. Veel meer. Ja, daar ben ik helemaal de kluts kwijt, hè? Dat heb je wel eens, hè. Maar je kunt al je vriendjes en vriendinnetjes heel makkelijk vinden op het platform, is de bedoeling. En je kunt heel makkelijk via een video op een andere video komen. En wat dat betreft, dat is een manco. Als je op dit moment nog naar BitTube kijkt, dan is dat nog niet de video's die ik wil zien, die bij mij passen. En de zoekfunctie is nog niet je van het. Maar daar worden gewoon belangrijke slagen dadelijk in gemaakt naar de toekomst toe. Dus, nou, als je nog meer wilt weten wat achtergrond over die airtime extensie, dan is dit artikel mogelijk nog wat extra richtinggevend of wat extra verduidelijkend. Dus ik ga hem nu niet verder bespreken, maar bekijk dat er nog maar eens op na. Als je vragen hebt over die extensie, nou, stel ze dan gerust. En ja, ik hoop dat je een beetje enthousiast hebt gemaakt. En ja, waarom zou je die extensie niet gebruiken? Ik bedoel,
Het kost je niks en je verdient er alleen maar gratis crypto bij. Die, als je niks om Tube geeft, kun je die altijd nog omzetten naar Bitcoin of naar eurotjes toe of wat dan ook. Hè? Dus ik zou zeggen, gewoon lekker doen mensen. En dat was hem. Let goed op je portfolio en tot de volgende keer. Doei!